Ik sta hier bij het graf van Geesje Misdag van Kalkar. Ga eens eventjes dat netjes schoonmaken. Hallo, ik ben Aurora Guts en ik heb gekozen voor Geesje Misdag van Kalkar. Zij was een Nederlands schilderes, de vrouw van Taco Misdag. Haar voorouders kwamen uit Zwitserland en zij heeft haar laatste jaren doorgebracht in haar atelier op houten palen in Kortenhoef. Ik draag voor uit mijn gedicht Landschap schoon. Groen en ongerept staat ze als gepoot in haar eigen smaak. Het polderlandschap. Bleek en bewolkt, slechts een pennenstreek groot. De kwast stijf en devoot omklemd door blote handen. Door haar aderen gonsen ouders van ouders van ouders, geteeld op verre gronden. Waar witte vlokken op hoge pieken stonden, waar de vaarsen van ijle toppen grazen, blijft zij altijd laag bij de grond en wortelt er onverschrokken. Eindelijk thuis op houten palen. En zo ziet hij haar staan. De hemel, een vrouw in zijn ogen, in fladder grage rokken. Ik ben Wil en ik lees een gedicht voor over Marie van Zeggelen. Hier, tussen alle dolende zielen, vang ik glimpen op van haar verhaal. Op Java is ze zwervelinge, verveelt zich tussen roddels en eindeloze thee. Daar, aangekomen op Celebes, is ze vrij, vreemdelinge tussen de vreemden die daar thuis zijn. Daar terug op Java schrijft en schrijft zij, vindt woorden op dat anderen weten. Hier terug in Holland laat zij daar alles achter. Zoekt haar heil in vroege tijden en vergeet Indië. Marie van Christina van Zeggelen, van 1870 tot 1957, was een Nederlands schrijfster die veel over Nederlands-Indië heeft geschreven. Maar terugkomen in Nederland schreef ze eigenlijk alleen nog maar historische romans. Ik ben Muriel Kasmin en ik ga het hebben over Sarah Catharina de Bronevo, oprichter en directrice van de Haagse diaconesseninrichting, het latere Bronevo ziekenhuis. De titel van het gedicht heet Heldin. Bescheiden kuise uitstraling, geen bezegeling met een ring. Leven in het teken van gebed en zediging van gevangenen. Hart voor behoeftig mens. Jouw levenswerk en missie, een oord voor zieken met steun en vriendschap van het koningshuis. Ernstig ziek, maar de man met de zeis verslagen. Sterk en daadkrachtig, door hem daarboven teruggegeven. Heldin en ook vriendin, doekspeld met dichterlijke woorden. Jouw cadeau in je laatste levensjaar. Sarah Catharina, je bijnaam is Cato. Jouw ziekenhuis, ons Bronevo. Mijn naam is Ilko van der Waals. Ik heb gekozen voor Willem Drees. Hij was stenograaf, kamerlid, wethouder, minister en minister-president. Hier is mijn sonnet. Drees. De kracht van eenvoud en fatsoen. De rust van waardigheid en reden, de samenwerking en de vrede, de overtuiging goed te doen, de zuinigheid van het genoeg, het niet meer nemen dan te geven, de vreugde van tevreden leven, van samen delen wat je vroeg. In stilte en verbondenheid staan wij hier allen op de schouders van deze man en onze ouders met wie we leven door de tijd.
Gekomen zijn wij om te vinden de waarden die ons samenbinden. Ik heb gekozen voor Jan-Willem Marronnier. Hij is beeldend kunstenaar. Hij leefde van 1929 tot 2000. Drijfzand. Ik reis door de tijd langs jouw leven. Jij ziet me niet, ik begluur je. Jouw diepe zoeken, soms zwarte kijk. Ik begluur je, wil jou wenken. Snelle adem, een diepe zucht. Penselen strijken, een mensfiguur, nat in nat. Rauwe vormen raken het grauwe laken. Terwijl jij man in drijfzand schildert, denk ik, ik zie jou. Jij bent deze vent. Het is jouw selfie die dreigt in okergeel te zinken. Jouw open mond, stille geel, verdwaalde holle ogen. Alsof leven jou tekent, smalend naar je uithaalt. Ik ben Renske Visser. Ik heb gekozen voor P.A.S. van Limburg Brouwer. Hij leefde van 1829 tot 1873 en was redacteur van De Gids en De Nieuwe Spectator en schrijver van de Indiase roman Akbar. Petrus, Abraham Samuel, publicist, advocaat, spinozist, politicus, archivaris, sanskritist. Verlicht die beter in het parlement. Bruggebouwer tussen Oost en West, gekscherend de boeddhist genoemd. Vorscher naar de hoogste wijsheid volgens Vosmaer. Vrije geest die elkeen wilde bevrijden. Uw naam is van de lijst verdwenen. Help me uw graf te vinden, bid ik als ik me naar de hof begeef. Her en der wat blad wegvegend, dool ik tussen duizenden stenen. In Akbar leeft u voort. Dag, mijn naam is Margriet van Bebber. Ik heb een gedicht geschreven over het Mesdag-echtpaar. Hendrik en Sientje Mesdag van Houten. Mesdag. Zonder Hendrik is zij geen schilder. Zonder haar is hij geen schilder. Zij schildert niet als vrouw van Hendrik. Zij is de kunstamazone zelf. Het dorp Scheveningen is haar aandeel in het panorama. Zonder Sientje is hij geen schilder. Zonder hem is zij geen schilder. De zee en de bomschuiten en zij daartussen, onder een witte parasol voor haar schildersezel. Geen andere signatuur dan dit portret op het panorama. De steen in duinzand van Oud-Eikenduinen meldt simpel mesdag. Eén naam, twee metgezellen. Ik ben Anne-Tjerk Mante. Ik heb gekozen voor Johan Meerman. Reiziger, boekenverzamelaar, schrijver en uiteindelijk ook nog bestuurder. Op Johan Meerman, 1753-1815. Het spoor van de reiziger, talloze boeken, een oogst die toont dat hij gedreven is. De bestemming die hem om het even is, zolang er maar pennenvruchten zijn te zoeken. De reiziger schrijft uit alle ronde hoeken van de aarde waar hij ooit verbleven is, opdat er historie geschreven is. Zo doet hij zijn leven uit de doeken. En meer dan dat, in zijn eigen lage landen zoekt hij het hogerop, de macht, maar valt bij het wisselen van de wacht, om daarna weer in genade de banden aan te halen. Wij kennen hem met name van Het Huis van het Boek van Johan Meerman. Ik ben Gert-Jan Kaaien en ik heb gekozen voor Willem Maris, kunstschilder,
Geboren in 1844 en overleden in Den Haag in 1910. De deftige Marius. Hij draagt gilet, pantalon en colbert. Zijn wijsvinger links om palet met percelen. De rechterhand steunt op de stoel en de rechtervoet een stap vooruit. Trots, tevreden en toch het leven moe. Poseert tussen doeken met koeien. De burgemeester prijst op de begrafenis. Marius is wat de muze schrijft onder zijn medaillonportret in buitenrust. Tussen Vredespaleis en ambassades. Daar is Willem Marius, kunstenaar, het land van Rembrandt waardig. Ik ben Mariet Lems en ik heb gekozen voor de schrijver Louis Couperus. Louis Couperus. Onder een Griekse zuil, in een krappe eiken jas, rust de man van de zwierige pakken. Uren bezig zich te kleden. Die spiegelende schoenen onder zijn Haagse tafel vlijt. De pen pakt en schrijft. In de inkt vloeit de hitte van de dessa. De geur van melatti en kentjoer. Stuurt de zachte hand van de baboe de zijne over winterwit vel. Kriebelt de tintel van giechelende meisjes. Tempo dulu, dat licht. Zo ik iets ben, waar ben ik? Hij schrijft zich weg naar waar hij wil zijn, tot waar hij rust. De stille kracht onder een gebroken zuil in Hollands lompe klei. Selamat malam, terima kasih. Goedenacht, dank u wel. Ik ben Marije Hendricks en we staan hier voor het graf van een man met een hele intrigerende naam, Felix Septimus Elders. Wie is Felix Septimus Elders? Wie is toch deze man met de naam van een Romeins keizer? Slechts een verzameling stenen verhaalt hier nog van hem. Jonkvrouw Philippine deelde zijn leven. Haar beeltenis als treurende weduwe siert hun graf. Bewaakt door hond Caesar. Drie wezens over de dood heen verenigd in liefde en trouw. En is liefde tenslotte niet het enige werkelijk wetenswaardige in elk mensenleven. Ook in dat van Felix Septimus Elders. Ik ben Lisbeth Audivree de Bleekhoer. Ik heb gekozen voor de ontdekkingsreizigster en fotografe Alexandrine Tinne. Een tafel vol stofjes, patronen en kantjes, garend in kleuren voor hoeden en jurken, zoetgeurende thee in een chique salon. Buiten te paard over straten en pleinen, in wilde galop los haar in de wind. Zo vroeg zonder vader, je erfdeel zo rijk. Voedde heftig verlangen naar andere streken, gewapend met camera door dorre woestijnen. Kwaaie kamelen, zij droegen je goud. Langs meridianen in het onbekende, tot rovers je doden. O mooie Alexandrine, daar kon je mee leven, zo schreef je. Hallo, ik ben Wouter van Heiningen en mijn gedicht gaat over de dichter-drogist S.J. van den Berg. Het heet Dichter-drogist. In de voorraadkast van de dichter staat geen zand, zeep of soda. In taal samengesteld liggen de onderdelen klaar samengevoegd te worden. Om zo te komen tot een resultaat. Ook hier geldt, oefening kweekt kennis. De waarde van woorden wordt niet afgewogen, niet uitgedrukt in vaste frasen of tabellen. Hier bepalen vers en vorm de inhoudsmaat. Weegt en wikt de dichter tot het juiste gewicht is bereikt.
Mijn naam is Marion van der Vecht en ik heb gekozen voor Jean-Louis Pissuize. Liever verliefd. Met zijn kroontjespen streek hij stevast door mijn lange haren. Kuste hij mijn blozende wang. Deed mijn hart verlangen na al die jaren. Tot zij ten tonele verscheen, mijn rivale. Ik ontving een getypte brief waarin hij koos voor haar. Niet meer ik, maar zij ging met hem mee. Toerend door het hele land met kleinkunst, cabaret en proza bij de thee. Toch liet hij mij niet los, al schonk zij hem een kind. Werd hun liefde in de kiem gesmoord. Op weg naar een voorstelling in Amsterdam werden ze beiden door jaloezie vermoord. Niet meer ik, maar zij ging met hem mee. Toerend door het hele land. Met kleinkunst, cabaret en proza bij de thee. Toch liet hij mij niet los. Al schonk zij hem een kind. Werd hun liefde in de kiem gesmoord. Ja, ik vond hem, jij vond. Ja, ik vond ze leuk. Je keek nog op zij van City. Ja, ik dacht er zo. Mag je de roos pakken? En dan mag je hem gewoon netjes op het graf leggen. Ja, kijk eens. Zag je dat? Ja, dat was heel mooi. Zag je dat, hoe de engeltje even... It's done! Mooi in de jaloezie. Ja, precies. Ja.